Vandaag in Bureau Brabant. Een zware mishandeling in Waalwijk. En een overval op een woning in Forstenbos. Een rustige nieuwbouwwijk in Waalwijk, het Fort. Op dinsdagavond 7 januari komt een 50-jarige bewoonster thuis van haar werk. En wat een gewone dag was, wordt een drama. Het is rond 11 uur als de vrouw de parkeergarage inrijdt, onder het complex waar ze woont. Ze takelen de vrouw hard toe. Maar ze weet toch een van de overvallers zo hard te raken dat ze een krakend geluid hoort. Met een beschadigde blaas, een kapotte knie en een scheef getrapte vinger laten de daders de vrouw achter op de betonnen vloer van de parkeergarage. We zijn nu 2 maanden verder en het gaat nog steeds niet goed met het slachtoffer. Ze moet verschillende operaties ondergaan als gevolg van deze mishandeling. En ook psychisch heeft ze het nog zwaar. De twee mannen zijn blank en tussen de 25 en 30 jaar oud. De langste dader is tussen de 1,80 meter en 2 meter. Heeft een ingevallen gezicht en een hoekige kin. Hij rook onaangenaam, een vieze, zoetige geur. En hij had een zwart leren armbandje om zijn rechterpols. De kleine dader is zo'n 1,70 meter, 1,80 meter en heeft opvallend pokdalige wangen. En de langste dader is waarschijnlijk flink geraakt tijdens de vechtpartij en gewond geraakt aan zijn neus. Zegt u dat iets? Misschien wel omdat u iemand kort na die mishandeling laat op de avond van dinsdag 7 januari heeft geholpen? Bel dan 0800 6070. Even na 11 uur, dus vlak na de mishandeling, worden de vermoedelijke daders hier nog gezien bij het sportpark Neo, vlak achter het gebouw waar het slachtoffer woont. Diezelfde dinsdagavond 7 januari is een vrijwilliger van het sportpark bezig wat hekken op slot te doen als hij 2 mannen aanziet komen uit de richting van het fort. Zodra ze de man zien, doen ze bivakmutsen op en rennen naar een zwarte Volkswagen Golf die geparkeerd staat op het parkeerterrein bij de sportvelden. En over die Volkswagen Golf hebben we nog een aantal vragen. Want wie heeft die auto voor de mishandeling gezien in de buurt van het appartementencomplex aan het fort? Of hier op de parkeerplaats vlakbij de voetbalvelden? Want het was die avond een trainingsavond. Dus misschien is er iemand van de voetbalclub die meer weet over die auto en of de inzittende. En wie heeft die Golf die avond na 10 over 11 nog zien rijden? Help de politie deze gewelddadige mannen te pakken. Bel met al uw informatie over deze daders en de vluchtauto. 0800 6070. Als u liever anoniem blijft, bel dan 0800 7000. Op de site kunt u ook het speciale tipformulier invullen.